Vanuit STOA ondersteunen wij het oprichten van het kenniscentrum Bever. Komt-ie, vangen. Ah, Robin, dankjewel voor het doorpasen van de Bever. Ook wij vanuit de STOA ondersteunen de oprichting van het kenniscentrum Bevers. Ik paas nu door naar Twan Morel van Rijkswaterstaat. Bedankt, Ludolf. Vanuit Rijkswaterstaat dragen wij graag bij aan de oprichting van het kenniscentrum Bevers. Ik draag nu de bever over aan de zoogdiervereniging. Dankjewel, Twan. Ik ben Else Polman van de zoogdiervereniging en wij doen heel graag mee met het kenniscentrum Bever. We willen heel graag draagvlak creëren en behouden voor de bever, zodat we op een duurzame manier kunnen samenleven. En we zijn heel blij dat ook de provincies bij willen dragen aan het kenniscentrum Bever, zodat we dit echt samen met z'n allen kunnen gaan doen. Michel, komt-ie! Dankjewel, Else. Ik ben Michel van den Balgaard van ProRail. En vanuit ProRail dragen we graag bij aan het kenniscentrum Bever, omdat we er een belang bij hebben. Dat er geen bomen vallen in het spoor door geknaag of treinen ontsporen door gegraaf. Dolf, doen jullie ook mee? Michiel, dankjewel. De Unie van Waterschappen is blij met de oprichting van het kenniscentrum Bevers. De waterschappen hebben steeds meer overlast van graverij door bevers in dijken. Hanneke van Waterschap A en Maars en collega's, succes ermee. Kijk eens. Dankjewel, Dolf. Dit is dus eigenlijk de plek, het kenniscentrum Bever, waar alle kennis die opgedaan wordt in Nederland bij elkaar komt. En ik vind het ontzettend mooi dat dat gaat lukken. Het gaat nu opgezet worden. En dan hoeven we ook niet meer ontzettend veel kennissessies waarin we meerdere keer hetzelfde vertellen. Nee, dan hebben we straks een hele mooie plek waarop heel veel kennis beschikbaar is. Wat we bij kunnen houden en wat we kunnen gaan vullen met alle onderzoeken die net gesuggereerd zijn en waar we dus mee aan de slag kunnen. Kunnen we dan gaan ontsluiten. Dus veel mag. De zoogdierenvereniging mag ermee aan de slag. Dus hier komt hij aan. Ja, dankjewel Hanneke. Ja, Else, mijn collega, gaf het aan. We zijn heel blij mee dat het gaat lukken om het kenniscentrum op te richten. Men is ook even gevraagd om een beetje uit de doeken te doen waar je aan moet denken bij het kenniscentrum. Dat kenniscentrum, het idee is om dat in een website in te pakken. En op die website zal dan alle informatie die er over bevers beschikbaar is, samengebracht worden. Het is een openbare website. Dus iedereen, boeren, burgers, buitenlui, maar ook jullie, de professionals die met hun werkzaamheden met bevers te maken krijgen, kunnen daar dan informatie uithalen. Je moet daar aan hele basale informatie denken, aan de biologie, de ecologie, de verspreiding. Maar ook de verschillende probleemvelden, hè? Dus ook wat ik liet zien aan mogelijke oplossingen. Inhoud van dat voorbeelddocument van Rijkswaterstaat zal daarin komen. En zo kan voor iedereen, wordt dat openbaar. Het idee is ook om uiteindelijk daar ook zaken aan toe te voegen als bijvoorbeeld cursussen. Dat mensen cursussen kunnen volgen over bevers. Dat kunnen hele algemene cursussen zijn, maar er kunnen ook verdiepende cursussen zijn van hoe los je problemen die bevers veroorzaken op. En ook voor de waterschappen, Rijkswaterstaat, is dat denk ik heel erg interessant. Nogmaals, we zijn er ontzettend blij mee dat dit gaat plaatsvinden. Het zal ook een levend iets zijn. Zal met enige regelmaat aan jullie gevraagd worden of jullie nog nieuws hebben, bepaalde zaken. Dat kunnen we dan ook weer verwerken op die website. Dus het wordt een website van ons allemaal en door ons allemaal. En dat lijkt me hartstikke goed. Dus we gaan ermee bezig.